De broederschap van Scherpenheuvel uit Niel vierde dit jaar haar 200ste voetbedevaart naar Scherpenheuvel. Bij deze gelegenheid maakte Jan Werkers, een hobbybeeldhouwer uit Niel, een Onze Lieve Vrouw beeldje in eik en schonk dit aan de kerkgemeenschap. We mochten erbij zijn bij het maken en bij de plechtige wijding en inhuldiging in de kerk. Dus dat is maar alleen dat ik dus deze laat staan, hè. En dan moet, de rest moet naar zakken.
En hier vooral staat een Mariabeeldje. Het is een heel mooi beeld. En het is gemaakt door iemand van onze bedevaders. Het is Jan Merkens die dat gekapt geschreven heeft. En we gaan het zelfs ook zegenen, beide. Hij heeft dat beeldje ook aan onze kerk geschonken. Het zal later hangen als de bedevaar thuis is, maar mag hier vooraan links in onze kapel. Zegen erop ook dit Mariabeeld, Heer God, dat ons steeds naar haar zal verwijzen, dat door zorgende handen werd gemaakt. Laat het een blijvende herinnering zijn aan 200 jaar vertrouwen op Maria, de moeder van Jezus, de moeder van de kerk en onze moeder. Amen. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Ik wil Jan er nogmaals voor bedanken dat ik een mooie herinnering is aan de 200 jaar van bedevaart. En ik stel voor dat ik nu dat bandje naar daar breng. En dat daar kunnen straks misschien eens kunnen kijken wat het is. Maar ik zou toch Jan zelf willen vragen om er even mee te gaan.